Anneke Haakman. Shobaan. Shobaan. Zij is de createur van al deze mooie werken die u hier ziet. Ja. Het zijn ongeveer 20 schilderijen, allemaal in naam van Theo van Oe. En Theo van Oe heeft mij geïnspireerd tot deze series. De expositie heet Theo van Oe, keizerin in Nijmegen. Zij heeft het grote Roomse Rijk vanuit Valkhof geregeerd. Ik speelde als kind veel op het Valkhof. Ik was een beetje aan het lanterfanten als kind. Ik ging niet zoveel naar school. Ik was altijd al een tekenend schilder als ik zo mijn oude vriendinnetjes erop navraag. En als je wat wil weten over de schilderijen, kan er wel even wat over vertellen. Ja, leuk. Ja. Over de technieken en zo en wat erop staat en zo. Volgens mij is dit zelfs een kapel, die komt me vrij bekend voor. Ja, dit schilderij is nog niet af. Deze en deze zijn eigenlijk wel klaar. De verf is nog nat. Ik gebruik met alle drie de schilderijen van dit gedeelte van de expositie. Gebruik ik schablonen, Posca-pen, olieverf, grafietpen, allerlei verschillende technieken. Dat heet mixed media. Dat vind ik het fijnste. Gewoon what catches my fancy gebruik ik. Ik zorg wel dat er een goede laag overheen zit, zodat het mooi preserved wordt. Ik gebruik nog steeds veel Engelse woorden. Wat wil je weten? Dit is de Pantheon Kerk van Keulen, waar zij begraven is. Voor mij stelt het niet zoveel voor, maar ik heb wel heel veel research gedaan naar haar leven. Dus ik ben ook echt naar Keulen gegaan. Ik wilde ook echt naar Ravenna gaan, waar zij als Byzantijnse prinses vanuit Constantinopel ging trouwen in Rome. En daarna moest ze het hele rijk aan elkaar binden, dat alles christelijk werd, alles werd Rooms. Dus zij bracht heel veel cultuur vanuit Byzantium en de cultuur die ze bracht was op allerlei manieren geuit. Ze aanbad, ze waardeerde en ze vereerde Sint-Nicolaas eigenlijk, dat was een Griekse martelaar. En haar zoon heeft toen voor haar de Sint-Nicolaaskapel gebouwd, na haar dood. Zoals ik al zei, dit schilderij is nog niet helemaal af. Maar ze heeft ook andere dingen gebracht naar de beschaving. Ze nam een bad. Zo, dit is een gefantaseerd verhaal. Dus het is een narrative. De Theofano die een bad neemt. En hier staan de vrouwtjes een beetje te roddelen over haar. Wat is dat nou voor nodig? Al dat water dat dan warm gehouden moet worden. En hier is een obscuur mannetje. Hier in de schaduwen. Ik probeerde die Byzantijnse vormen overal naar terug te brengen, maar ook weer symbolen die je weer in die Sint-Nicolaaskerk kan vinden. Dat is natuurlijk niet precies uit het jaar 1000, het is weer wat later, maar de Sint-Nicolaaskerk is eigenlijk een samenraapsel van allerlei verschillende tijden. Hè? Dus het is ook als je de bouwstenen ziet, die komen van de Romeinse tijd en dan weer van haar tijd en dan weer van de tijden daarna. Maar in feite is het allemaal ruïnes. Ik hou van ruïnes. Ik voel me thuis in ruïnes. In Australië waren er weinig ruïnes. Dat is misschien een midden of er was weinig overblijfselen in architectonische zin dan van een cultuur. Ik hou van cultuur. Ik miste de ruïnes. Het is een ode aan de voorouders. En Theo van Oe, ik vond haar een geweldige, kleurrijk figuur, een prachtige vrouw die als een heel jong meisje een heel groot rijk heeft geregeerd. Niet alleen, maar ook met haar man, Otto II. En die is gestorven en toen heeft zij zeker 8 jaar lang het rijk geregeerd. Veelal vanuit Nijmegen, Palatium Nijmegen. En ik speelde daar op het Valkhof, dus het heeft mijn het vuur, de passie waarin me wakker gemaakt om deze serie schilderijen te maken over haar. Ik,
Ik vind haar geweldig. Ze nam een bad, het was niet gewoon. Dus ja, dat is natuurlijk ook beschaving, hè? Ze bracht beschaving. Je bent lekker schoon. En ze heeft ook een vork geïntroduceerd, schijnbaar. Iedereen altijd met een mes of met de handen. Ze heeft een vork geïntroduceerd. Nou ja, als je denkt van ja, wat stelt het nou voor? Maar ja, ik bedoel, dingen die wij allemaal voor lief nemen, die zijn allemaal ergens uitgevonden. Ja. En Theo Fanu heeft dat toegedaan. Ja. Ik heb een hele serie gemaakt over de vorkjes. Die zie je hier niet. Die zijn nou bij de lijstenmaker. Nou, die hangen hier wel. Ja. En dit schilderij is een heel licht schilderij. Daar heb ik heel veel aan gewerkt. Het zijn eigenlijk alle ruïnes boven elkaar gestapeld. De ronde vorm, de nisjes die je zo kan herkennen uit die tijd. Ja, ik hou heel erg van ruïnes, van de oude beschavingen. Ik voel me daar thuis. Ik voel me thuis op het Valkhof, ik voel me thuis in Nijmegen. En ik ben blij dat ik deze schilderij heb kunnen maken. Als een soort ode aan mijn voorouders. En ook een ode aan een prachtige vrouw die eigenlijk een plaats verdient in de geschiedenis van Nijmegen. Trajanus en keizer Karel zijn wel onbekend, maar zij niet. Ze heeft toch maar 5 kindertjes gekregen. Ze heeft heel veel beschaving en cultuur gebracht. Niet alleen met een bad of een vork, maar alle kloosters of abdijen die er toen gesticht werden, waren eigenlijk grote centra van cultuur. Mensen gingen dingen maken, er werd veel gesproken, er werd veel uitgevonden in die tijd. Zij was een hele mooie vrouw, een welbespraakte vrouw, iemand die hier eigenlijk helemaal niet thuis hoorde, maar zij heeft zich hier een thuis gemaakt en ze vond Nijmegen een heerlijke stad. En vandaar dat ik deze series heb gemaakt.